Zoals jullie kunnen zien staan we vandaag hier voor de Burchtweide. Wij gaan met de bewoners en de directrice in gesprek over waar komt toch die kritiek vandaan bij die C2000-mast. Dat horen we vandaag. Nou, allereerst fijn dat we met u in gesprek kunnen gaan. Kan iemand eens uitleggen wat jullie ervan vinden dat de zendmast geplaatst wordt? We hebben langs de Essenbaan een hele mooie groenstrook. Dat is een stukje natuur. Het wordt niet onderhouden als een park, maar echt een natuurlijk stukje groen met prachtige bomen. En daar gaat men nou een zendmast in plaatsen. En u kunt zich voorstellen dat wij dat toch erg storend vinden voor het straatbeeld van de Essenbaan. En bent u ook nog ergens bang voor bij de zendmast? Ja, natuurlijk. Het zijn de stralingen waar we niet zeker van weten van in de toekomst hoe gevaarlijk of ongevaarlijk dat is. Er zijn verschillende publicaties over. Ja, en die spreken elkaar wel tegen. Maar ja, je zoekt toch een wat veilige weg. En daarom vinden we natuurlijk erg vervelend dat zo'n zendmast in de buurt komt. En natuurlijk het zicht. Dat wordt natuurlijk enorm belemmerd vanuit onze woningen. En mevrouw Wijten, kunt u eens kort uitleggen hoe u het merkt bij de bewoners dat zij het echt vervelend vinden dat de zendmast komt? Nou, ze worden er heel onrustig van. Je krijgt ineens een brief van de gemeente en daar staat in van dat er een zendmast komt. En dat je eigenlijk, er is geen mogelijkheid om daartegen te protesteren. Want dat is landelijk zo bepaald. En ja, daar is natuurlijk iets, je wordt gewoon... Ja, met je neus op voor een voldongen feit. En dan stel je vragen bij een burgemeester. En dan merk je als je tijdens het eerste gesprek... dat eigenlijk zowel de burgemeester als de desbetreffende ambtenaar... eigenlijk niets van zo'n mast afweten. Ze wisten nog niet hoe groot dat die was en hoeveel vierkante meter. Goedemiddag burgemeester. Wat fijn dat u tijd heeft vrijgemaakt om met ons in gesprek te gaan over de mast. Altijd. En deze mast staat gepland om geplaatst te worden op de Essenbaan. Waarom is deze locatie gekozen? Ja, dat is eigenlijk niet eens dat ik of de gemeente daarover gaan. En de antennebureau, zo heet dat, die maakt een analyse van waar zitten de gaten in dat netwerk. En gaat dan zoeken naar een plek waar de dekking het beste is. En daar overleggen ze met de gemeente van, hebben jullie grond ongeveer in dat cirkeltje dat dan nodig is? En kunnen we dat dan kopen om die zendmast op te zetten? Er is hier een woontoren van 8 verdiepingen. Die is ongeveer 30 meter hoog. Daarnaast, vlak daarnaast, misschien is het 40 meter, maar vanuit het huis lijkt het wel of dat die heel dichtbij staat. Daar staat straks een mast te stralen naar pakweg 32 woningen. U moet zich voorstellen dat als je kijkt naar zo'n C2000 mast die we gezien hebben die in de omgeving staat, dan staan er wat sprieten bovenop en er staan wat van die zendblokken staan er ongeveer midden op die mast. Die zendblokken die staan voor je raam te stralen, voor je woonkamer, voor je slaapkamer. Dit kan toch niet? En het is voor ons onbegrijpelijk dat de gemeente en dat de burgemeester dat goed praat. Dat kunnen we niet accepteren en dat vinden we natuurlijk uitermate verbaast ons dat dat mogelijk is. En dan vind ik, de burgemeester moet zich een burgervader zijn die toch zorgen moet hebben voor zijn burgers. En dat zien wij niet. En dat maakt ons eigenlijk, dat stelt ons erg teleur. Voor de mensen die het niet weten, waartoe dient een zendmast eigenlijk en waarom is het zo belangrijk om deze te plaatsen? Je hebt twee typen zendmasten, gewoon voor het algemeen telefoonverkeren. Die kent iedereen, heeft ook iedereen nodig. En daarnaast heb je een C2000-mast. Dat is een mast die voor alle hulpdiensten, ambulance, politie... dus die organiseert een eigen netwerk om bereikbaar te zijn voor hulpdiensten. Het was vooral de onduidelijkheid van die presentatie. Het is mij echt niet duidelijk geworden waarom het noodzakelijk was dat die mast er zou komen. Er werd steeds gezegd hij is nodig voor het zuidoostelijk gebied van Oosterwijk... want dat zou heel erg slecht bereikbaar zijn... Daar zit onder andere een asielzoekerscentrum en daar moesten regelmatig de diensten heen. Daar was die voor nodig. Nou, wij zeiden, waarom kan die dan niet dichter in de buurt van dat AZC komen, onder andere? Want dan heeft die toch een grote straalcirkel. Nee, was echt niet mogelijk. Hij moest en zou hier. En is daar een reden voor gegeven waarom dat niet kon? Nee, maar ik heb wel vermoeden. En wat is uw vermoeden? Dit is gemeentegrond. Dan hoeven ze dat niet extra aan te schaffen. Het is goedkoop voor ze. Ze hoeven niets te onteigenen. Ze hoeven niet in onderhandelingen met verkopers of om de grond te kopen. Ik denk dat dat meespeelt. Ik vond vooral dat
ze mijn brief nogal gemakkelijk afdeden. Ik heb ook nooit een fatsoenlijk antwoord op gekregen. Ik heb dringend verzocht om het toch naar alle gemeenteraadsleden te sturen. Dat is gebeurd. Uiteindelijk is dat wel gebeurd. En is alleen voor kennisgeving aangenomen. En ik heb verder bericht gekregen dat het zou behandeld worden in de raad. Maar ik heb daar verder nooit iets van gemerkt wat ermee gedaan is. Dus u heeft eigenlijk gewoon een beetje het gevoel dat u niet gehoord wordt? Ja, dat gevoel heb ik zeker. Ja. Nou, klachten heb je natuurlijk vooral op het moment dat het draait en het niet werkt. Ik hoop dat dat niet gebeurt. Maar er is natuurlijk bezwaar tegen die plaatsing. Aan de andere kant, het belang van een goed netwerk voor hulpdiensten is veel groter dan het individuele belang van een inwoner. En daarom is er bij zo'n besluit ook geen bezwaar mogelijk. Later heeft iemand bij Oosterwijk Nieuws een bericht gestuurd, dat heeft dan ook in de krant gestaan, dat de beste plek op het AZC zou zijn. En de woordvoerder van het AZC zegt, hij is welkom, wij willen die mast graag, want we willen nog een mast hebben voor telefonie. Dus er moet nog een mast komen. Ik weet niet of dat je die combinatie kan maken, daar heb ik geen verstand van. Maar goed, ook die mast die daar terecht komt, is dan pakweg 800 meter hier vandaan. Dat kan toch niet het probleem zijn? En daarom vinden wij het, ja, ik zou geen krachttermen gebruiken, maar niet acceptabel dat een mast naast een woontoren midden in een woonwijk komt te staan. En dat begrijpen we niet, dat de gemeenteraad, de burgemeester, dat goed kan. Omdat er zoveel alternatieven zijn hier in de omgeving. En dan zeg je, hoe kan de burgemeester dat zijn burgers nou aandoen? Is er contact geweest met de bewoners die de centmast eigenlijk niet willen? Nou, er is vooral vooraf aan heel veel mensen informatie gegeven. Of in ieder geval de kans gegeven om daar een informatiebijeenkomst te komen. Maar we willen de mensen ook niet voor de gek houden. Als dit gewoon nodig is, dan gebeurt het. Ja, en dan is de inspraak heel beperkt. Zou iedereen heel veel inspraak gunnen? Want als het in mijn achtertuin kwam, zou ik ook zeggen, is dat nou nodig? Maar het is gewoon om een andere reden nodig. En dat is anders dan bij een zendmast voor telefonie. En op de bomen, wij zijn hier laatst ook even geweest. Op de bomen stonden een paar protesten, wil ik het eigenlijk noemen. Wat was daar de bedoeling van? Nou, het was in de paastijd toen wij al wat gesprekken hebben gehad. En toen hebben ze als een soort grap de Waterhoef daar een reigernest neergezet met een ei erin. Met de boodschap die je hebt kunnen lezen. Wij worden niet verrast met een paasei, maar met een zendmast. En wat zijn nu de toekomstplannen wat betreft de zendmast? Nou, dat die daar komt. De grond is al door de gemeente verkocht aan het antennebureau. Die gaan dat dus plaatsen. Maar wat we gezegd hebben, we zorgen dat het heel mooi als het ware in het groen wordt gezet. Zodat je visueel zo min mogelijk overlast hebt. En mevrouw Wijten, heeft u namens de bewoners gewoon nog een laatste boodschap waarom jullie dit gewoon echt niet willen? Ik heb inderdaad, we willen dat echt niet omdat het punt 1 niet goed uitgezocht is. Wij voelen ons niet veilig bij het besluit. Echt absoluut niet. En wij willen eigenlijk heel graag een onafhankelijk onderzoek van een bureau. Ik bedoel, de gemeente doet dat heel vaak. Die doen heel vaak bureaus inschakelen voor allerlei onderzoeken. Dus dat willen wij eigenlijk ook heel graag, dat wij precies weten waaraan en waaraf. En dat weten we nu niet. We voelen ons echt heel onveilig bij deze situatie. En ook de bewoners van de Waterhoef. Is de gemeente al vaak in gesprek geweest met de bewoners? Nou, er zijn meerdere gelegenheden gebeurd. Een algemene bijeenkomst. Toen is een aantal groepen uitgenodigd op het raadhuis om een verdere toelichting te krijgen. Dus ja, voor mijn gevoel heeft iedereen de kans gekregen. Is iedereen in ieder geval tijdig aangeschreven. Maar ja, de opvattingen zijn natuurlijk bekend. Niemand zegt, oh kom maar, zet hier maar een mast neer. En dat begrijpen we heel goed. Hartelijk dank. Graag gedaan. Ik vind het ontzettend fijn dat jullie het verhaal hebben kunnen delen en hebben kunnen laten horen waarom dit zo'n probleem is. Ik wil iedereen hartelijk bedanken en hopelijk komt het allemaal goed. En jullie ook bedankt. Dank u wel.